Hey, hallo, wat leuk dat je kijkt, gezellig dat je er bent. Mijn naam is Daphne en vandaag een beetje een speciale video. Geen nieuwe handwerkupdate, maar een kijkje in mijn handwerkagenda. Ik hoop dat je het leuk vindt. Ja, dit is dan mijn handwerkagenda. Zoals je ziet wordt hier veel gebruikt, de letters zijn al een beetje vervaagd. Ik kan me goed voorstellen dat je denkt, ja, dit is mijn hobby en dat doe ik voor de lol en daar wil ik helemaal niets van bijhouden of plannen. Maar voor mij is dit echt onderdeel van hoe leuk het is. Ik ben dol op notitieboekjes en doelen stellen en planningen maken. En ik vind dit gewoon echt heel erg tof om te doen. En daarbij helpt het me enorm om te kijken wat ik bereikt heb, een overzicht te houden van wat voor projecten ik heb lopen, zodat ik er geen één vergeet. En natuurlijk zeker met de podcast, dat ik precies weet aan welke projecten ik heb gewerkt. En het is ook gewoon een hele leuke herinnering om einde van het jaar op terug te kijken. Dus doe vooral wat voor jou fijn voelt, maar ik vind dit heel erg top. En maak je geen zorgen dat ik te veel druk op mezelf leg, want het is echt gewoon een beetje een wensenlijstje. En ik vind het gewoon heel erg leuk om te doen. Dus ik neem je graag mee door mijn agenda. Hij is wat simpeler dan vorig jaar. Ik heb echt best wel veel dingen weggelaten en hou vooral wat basisinformatie bij. Dat zul je zo zien. Dit is een bullet journal van de HEMA. Vind ik heel erg fijn, omdat hij heel lichte stipjes heeft, maar wel duidelijk. Het is een fijn formaat en voor mij in ieder geval makkelijk verkrijgbaar. Ik heb er echt verschillende, ze hebben altijd leuke printjes erop. Dus wat mij betreft zeker een aanrader. Er zitten ook drie van die lintjes aan, zodat je kunt onthouden waar je gebleven bent. Het is niet echt fantastische kwaliteit. Sommige stiften drukken ook een beetje door, maar ik vind dat totaal niet belangrijk. Het gaat meer om de inhoud, maar dat is wel belangrijk om te weten als jij dat wel echt een punt vindt. Dus ja, laten we beginnen. Nou, de voorkant is niks bijzonders. Ik heb een spreuk en een index die ik na de eerste dag niet meer heb bijgehouden. Maar ja, dat hoort er wel heel in en het is toch best handig, hè? Dus die gebruik ik eigenlijk niet. Misschien dat ik die einde van het jaar nog ga invullen. Ik heb de pagina's die ik gebruikt heb een nummertje gegeven en een detail vond ik wel grappig. Dat is hetzelfde bloemetje als op de voorkant staat. Gewoon voor wat extra's. En daarna kom je in mijn jaaroverzicht. Dit is de bladzijde die ik het meest gebruik en waar ik het vaakst op terugkijk. Misschien handig om hem even te keren. Ik heb hier de maanden van het jaar en hier de dagen. Als er minder dagen zijn, heb ik die ingekleurd zodat je ze niet ziet. En hier hou ik bij in het groen of ik iets afgemaakt heb. Gewoon is goed. Als ik iets nieuws ben gestart, dan zijn ze roze. Ik gebruik gewoon normale markeerstiften. Dat is het makkelijkste en die heb ik altijd in de buurt. Maar dat is natuurlijk ook hartstikke goed en leuk. Maar voor mij is dat wat minder goed, want ik wil dit jaar projecten minderen. En als je er nieuwe start, dan schiet dat niet echt op natuurlijk. De kruisjes is als ik een dag helemaal niets heb gedaan. Dat vind ik ook wel grappig om te zien. En de oranje projecten, die zijn voor mijn werk of voor de webshop dat ik daar de voorbeelden voor maak. Die vind ik niet helemaal meetellen in mijn lijst, want die tel ik dan ook niet mee in mijn projecten. Dus dit is echt mijn jaaroverzicht dat ik in één oogopslag kan zien wanneer ik lekker bezig was en wanneer wat minder. En ik ben sinds kort gestart door met optellen aan het einde van de rij, omdat ik toch een blokje over had. Ik dacht, nou, dat is misschien wel leuk. Dus de bovenste rij, de finishes, de onderste, de nieuwe starts. En dan het totaal wat er bij mijn WIP-lijst is toegevoegd. En WIP zijn Works in Progress. En die zie je dan ook hier op de volgende bladzijde. Ik heb ze per categorie een kleurtje gegeven. Nou, dit was de lijst die ik had toen ik dit jaar inkwam. En nog een klein beetje op de volgende bladzijde, maar ongeveer dit. Dus je ziet heel veel quilts en best wel weinig van de andere dingen. Maar dat is maar goed ook. En niet alles zoveel. Ik heb een lijstje om de startdatum op te schrijven als ik die weet. En een lijstje om de einddatum op te schrijven als die af is. Kleine informatie over het patroon en wat het is. Meer voor mezelf in plaats van de hele tekst, maar dan weet ik welke projecten het zijn. En hier rechts zie je nog wat stipjes. Dat heb ik ook later toegevoegd. De roze stipjes betekenen dat ze eigenlijk al heel oud zijn en dat ik daar vooral op moet focussen. En de grijze stipjes waren de projecten die ik begin van het jaar dacht aan te werken dit jaar. Maar dat verandert ook continu, maar net waar ik zin in heb. Zo zie je dat deze die af is eigenlijk helemaal niet op het lijstje stond. Het is meer een indicatie en dat ik uit had gerekend hoeveel tijd ik had en wat er mogelijk zou zijn. Maar het is op zich wel handig om een project uit te kiezen. Hier de tweede bladzijde, die ziet er een stuk beter uit qua finishes.
En zo zie je dat kleine dingetjes die ik start eigenlijk ook meteen afgemaakt worden. Best een aantal werkprojectjes. Ja, dat schiet dus natuurlijk niet op als ik alleen maar aan mijn nieuwe dingen werk. Maar het is wel leuk om te zien dat ik in ieder geval wat voor elkaar heb gekregen dit jaar. Er zit hier ook nog een blauwe streep. Er staan hier een aantal projecten, 4 stuks. Die heb ik mezelf gegund in het nieuwe jaar. Omdat ik best wel veel heb afgemaakt in het finishfeestje afgelopen december. En daarna kwam de lijn van hierna gaan we eigenlijk niks nieuws meer starten. Nou, je ziet hoe dat gegaan is. Nou, best wel veel zijn ook werkprojecten, dus die tellen niet mee. Maar alsnog veel te veel andere projecten. Dus bah, tot nu toe gaat dat niet erg goed. Maar daar zal ik je zo wat meer over vertellen wat eigenlijk het plan was. Dan heb ik hier een wensenlijstje en een overzicht van patronen of kits die ik heb liggen. Dingen die ik niet mag vergeten. En dan heb ik hier mijn doelen. Dat zijn er heel weinig dit jaar. Ik vind het altijd leuk om een aantal doelen te stellen en projecten te kiezen waar ik aan wil werken. Of misschien iets nieuws te leren en daar een doel voor te stellen. Maar mijn grootste doel dit jaar was gewoon dingen afmaken. Zorgen dat het minder overweldigend is, dat het rustiger is in mijn hoofd en opgeruimder in mijn huis. Dus vooral minderen. En ik hoopte eigenlijk dat ik einde van het jaar onder de 20 projecten zou zitten. Dat zou vast gelukt zijn als ik er niet zoveel had begonnen. Maar ik blijf hoop houden. We zitten nog op de helft van het jaar. Dus ik ga gewoon kijken hoe ver ik kom. En het is niet dat ik dan mezelf echt... dat ik er zo gereinigd van word als het niet lukt of zo. Iedere eentje die er minder is, is er weer één. Dat is prima. En ik ben dit jaar een beetje op een borduurkick. Dus het leek me ook wel leuk om te proberen per podcast 1 bladzijde af te krijgen... van een van mijn Heaven and Earth Designs, mijn grote borduurwerken. Dat zijn ongeveer 8000 steken per 2 weken. Dat is best flink, maar dat is wel te doen voor mij. Ik kan best snel borduren en de meeste doe ik ook in tent stitch, halve steken. Nou, zoals je ziet zit ik dit jaar op 12 tot nu toe. 11 daarvan zitten in mijn Zeemermin, Tear of Mermaid. En eentje daarvan is een van mijn nieuwe starts, Harmony, de papegaai. Dus... we zitten op de helft van het jaar en de helft van het aantal bladzijden. Dus dat gaat best wel goed. Dat was gewoon een beetje een extra uitdaging. Dat ik dacht, ja, ik vind het ook saai om alleen maar die 20 op te schrijven. Nou, hier zie je mijn oorspronkelijke idee van mijn rotatie. Je let trouwens niet op mijn tekenkunsten en letteringen. Ik heb gewoon mijn handschrift gebruikt. En meer dat het duidelijk is wat voor bladzijde het is, omdat ik echt te mooi doe. Want dan... Dat weet ik van mezelf. Als ik het te netjes wil doen, dan werkt dat juist heel beperkend. En dan durf ik er alleen maar iets in te schrijven als ik er echt voor zit. Met de juiste pennen. En dan is het mislukt en dan vind ik het niet meer mooi. Dit is echt gewoon voor mij... ik zie het echt als agenda. Gewoon waar je in kan crossen en strepen. En die echt nuttig moet zijn in plaats van zo'n prachtige journal. Die ik ook heel veel voorbij zie komen. Wat ik heel graag zou willen. Maar ik weet dat dat gewoon dagelijks niet werkt. En dat ik daar echt geen tijd voor heb. Dus dan probeer ik het maar meteen in het begin wat simpeler te houden. Zodat de druk wat minder hoog is. Laat ik het zo maar zeggen. Nou, hier zie je dus mijn oorspronkelijke idee voor mijn rotatie. Dat heb ik vooral gedaan... omdat ik de podcast natuurlijk ben begonnen en ik wel graag iedere 2 weken iets te laten zien wil hebben. En ik dacht dat dit een mooie verdeling zou zijn. Ik heb gewoon gekeken hoeveel tijd ik heb per dag. Ik weet dat ik in de ochtend een uurtje meestal heb om te borduren. Mijn middagpauze een kwartiertje. En 's avonds heb ik meestal 2 of 3 uur. Dat verschilt een beetje. Zo heb ik de 2 weken die tussen een podcast zitten ingedeeld. Mijn idee was om in ieder geval in de ochtenden te borduren. Tussen de middag wat ik dan ook aan het doen was. En voor de weken voor 's avonds heb ik bedacht om aan 3 projecten te werken. Allemaal 3 dagen. Zodat ik in ieder geval dus een borduurwerk en 3 projecten heb om te laten zien in de podcast. Nou, volgens mij heb ik dit zelfs de eerste week niet toegepast. Maar ik probeer het wel een beetje om zo te verdelen. En niet al mijn tijd aan 1 ding te besteden. Zoals ik nu had gedaan met de Minions. Want dan krijg je hele korte video's. Maar dat was het idee. Dus een aantal dagen. Maandag heb ik soms een afspraak. Dan weet ik dat ik daar niks moet plannen. En in het weekend wil ik ook liever gewoon kijken waar ik zin in heb. Dus zo heb ik een beetje gekeken. En 3 dagen, 3 projecten. Nou, daar hou ik me dus niet echt aan. Maar het plan was leuk. Ik zal niet deze hele bladzijde bespreken. Maar
Ja, wat ik zei, mijn doel is dus echt om wat minder projecten te hebben. Omdat ik het vroeger echt helemaal niet erg vond. En gewoon leuk om nieuwe dingen te starten en te ontdekken. Maar ik merk dat ik er nu echt gewoon last van heb. En dat ik er zenuwachtig van word. Dat er zoveel ligt. Dus dat moet gewoon minder worden. En ik denk dat 5, zeker met zoveel verschillende hobby's, dat 5 en ook voor de podcast een leuk aantal is. Dus ik hoop ooit naar 5 te gaan. Ik weet niet of ik dat kan. Dus daar heb ik wat dingen over opgeschreven en ook wat regels van hoe oud ze ongeveer mogen zijn. Zo heb ik dat ik, als ik in 2019 een project ben gestart, dat die in 2020 af moet zijn. Als het een handquilt is, mag ik een jaartje extra. En dan hebben we een Urt Designs 100.000 per jaar. Maar dat was toen ik er 2 had. Ja, nee, dat heb ik 7 minder. Dan had ik er 3, dus dan was dat te doen. Maar dat gaat nu ook al niet meer op, denk ik. Maar het idee was leuk. En ik vind het gewoon leuk om over dit soort dingen na te denken. En daar een beetje een planning voor te maken. Dan heb ik hier mijn maandoverzicht. Ik heb voor iedere maand van het jaar 2 bladzijden opengehouden. Hierbovenin mijn doelen, waarvan ik dacht dat ik daaraan zou gaan werken die maand. Dat vind ik gewoon leuk om een beetje over na te denken en waar ik zin in heb. Hier zie je een overzicht voor mijn podcast, zodat ik makkelijk in de podcast kan zeggen hoeveel dagen ik overal aan gewerkt heb. En dat ik een beetje een overzicht heb van welke projecten ik moet pakken. Dat vind ik heel handig. En ik vind het ook leuk om de statistieken op te schrijven. Hoeveel per duursteek ik heb gedaan, hoeveel projecten er nog op mijn lijst staan. En hoeveel nieuwe dingen ik ben gestart, dat soort dingen. Die noem ik dan meestal ook op. En hierboven heb je een klein beetje een review stukje. Dat is meer persoonlijk van hoe ik me voel en hoe het ging, niet per se over het handwerk alleen. Dus dat laat ik liever voor mezelf. Maar zo heb ik dus voor iedere maand van het jaar een bladzijde. En dat is een leuke korte samenvatting. Zodat je einde van het jaar makkelijk terug kunt kijken. Dan heb ik daarachter mijn weekoverzichten. Iedere periode van 2 weken heb ik een hele bladzijde gegeven. Dat loopt dan precies tegelijk met mijn podcast. Dus dat is voor mij een handig overzicht. We zitten hier op deze week. De andere weken zijn een beetje rommelig. Dus dan is het raar om dat te laten zien. Maar ik zal een beetje uitleggen wat ik hiermee doe. Hetzelfde als in de maand. Ik probeer hier een beetje een doel te stellen van waar ik aan wil werken. Dat moet ik nog doen voor deze 2 weken, zoals je ziet. En dan kan ik hier weer dingen bij schrijven die ik in de podcast wil laten zien. Of bijzonderheden die er zijn gebeurd. Of leuke dingen als ik bijvoorbeeld een page finish heb. Een beetje een samenvatting of een review van de 2 weken eigenlijk. Nou, mijn oorspronkelijke plan was met die rotatie dat ik met stipjes zou werken. Dat zou ik doen met de Zig Clean Color Dots. Die zijn super tof. Daar kun je heel makkelijk een stipje mee zetten wat je daarna dan door kan kruisen. Dat vind ik heel fijn. Dat geeft me echt een goed gevoel om dingen af te strepen. Het is vandaar dat ik dat heb opgeschreven. De gele zou zijn voor mijn borduurwerk in de ochtend. En kan ik andere kleurtjes gebruiken voor de 3 projecten die ik de rest van de 2 weken zou doen. Nou, dat is niet helemaal gelukt. Daar ben ik al een beetje van afgestapt. Dus wat ik nu heb gedaan, zoals je ziet, is de plakbriefjes. Het zijn van die vlaggetjes van een post-it. En die plak ik gewoon erop. Dan kan ik in 1 keer met een schaar ze allemaal korter maken. Dat werkt echt heel snel en makkelijk. En dat heeft er eigenlijk mee te maken dat ik graag een plan wil kunnen maken. Zeker als we met het finishfeestje bezig zijn. Dan vind ik het fijn om te kijken hoeveel tijd ik heb en wat ik zou kunnen doen. Door echt een planning voor te maken. Maar mijn handwerkagenda is vooral om op te schrijven wat ik gedaan heb. Dus ja, 2 overzichten vind ik een beetje overdreven. En ik begon dus eerst met het plan opschrijven. Maar ja, dat veranderde dan weer zo vaak dat het echt een beetje een rommeltje werd. Dus wat ik nu doe is gewoon mijn plan op de vlaggetjes. En dan kan ik je eraf halen en vervolgens op de dag schrijven wat ik echt gedaan heb. Nou, mijn grootste verandering dit jaar is dat ik ze allemaal vooruit heb getekend. Vorig jaar deed ik het iedere week. Dat was heel veel werk. Ik zou zeker vooruit gaan werken weer. Want nu merk ik gewoon dat ik hem netjes iedere dag invul. Of om de 2 of 3 dagen. Maar ik heb nog geen 1 dag overgeslagen. Of dat ik het niet meer weet. Dus dat is einde van het jaar een hele toffe herinnering. Dus ja, zo gaat het nog eventjes door voor de rest van het jaar. Ik heb het hele jaar al ingevuld. Dan heb ik aan het einde plek overgehouden voor een jaarsamenvatting. En plannen voor mijn nieuwe agenda of mijn nieuwe doelen voor nieuwe jaar. Dan hebben we mijn finishfeestje.
dit moet natuurlijk ook in mijn agenda, alles netjes bij elkaar. Dit is mijn overzicht van mijn lijstje en de 13 projecten waar ik aan ga werken de komende 3 weken nog. Ik hoop er al 4 af. Ik hoop ze allemaal af te kunnen krijgen, maar dat gaat een leuke uitdaging worden. En daarbij heb ik ook dan een extra kalendertje, gewoon om het overzicht te hebben van al die weken samen. En die moet ik nog een beetje invullen. Ik had expres nog niet gedaan, omdat ik mezelf niet te veel druk op wilde leggen en me vooral wilde focussen op de cursus. Maar zoals je ziet, nu is het vakantie en kan ik leuk een plannetje maken. Dat vind ik heel erg leuk om te doen vooral. Dus niet dat ik me daar dan per se aan moet houden of zo. Bijvoorbeeld als ik op de 7e aan iets werk wat ik hier had moeten doen, kan ik dat gewoon afstrepen. Maar dus meer voor mezelf om mijn projecten in kleine stukjes op te delen, dat maakt het makkelijker. En dat geeft me meer motivatie om er echt aan te werken en om dingen af te strepen. En om te kijken of het haalbaar is. Of dat ik misschien één project moet schrappen of 2. Dus vandaar dat ik ook graag zo'n overzichtje maak en dat invul. Maar dat doe ik dan alleen met het finishfeestje. Nou, de rest is eigenlijk leeg. Er zal vast nog wel iets bij komen. Wat ik nog wel heb is de achterkant. En de bedoeling was om daar bladzijden te maken over mijn finishes, mijn projecten die af zijn, daar een foto bij te doen, leuke dingen over te vertellen. Maar daar loop ik al mega mee achter en eigenlijk heb ik er nog geen eentje gedaan. Dat lijkt gewoon te veel werk. Mijn podcast is ook een leuk overzicht, maar het idee was er. Dus dan keer ik mijn... ik vind het dan fijn om die allemaal bij elkaar te houden en niet tussen mijn gewone weekoverzichten door. Dus vandaar dat ik dan de achterkant van mijn agenda gebruik en dat werkt eigenlijk super. Wat ik wel heb gedaan is het volgende. Ik heb ook zo'n jaaroverzicht getekend met alle dagen van het jaar voor mijn Heaven & Earth Designs. Omdat ik het leuk vind om bij te houden hoeveel ik daaraan gewerkt heb en hoeveel ik nog te gaan heb. Dus hier kan ik dan iedere dag opschrijven hoeveel steken ik heb gezet. Hier einde van de maand heb ik ze opgeteld. Ook heel tof om te zien hoe dat groeit en hoe ik er meer aan ben gaan werken eigenlijk. En hoeveel ik nog te gaan heb natuurlijk. Hier wat basisinformatie. En dit is een overzicht van alle bladzijden die er zijn en welke er nu af zijn. Ja, dat doe ik eigenlijk vooral omdat ik dus iedere ochtend een beetje borduur. Dus dat is echt een project waar ik vaak aan werk. En omdat het ook echt een meerjarenproject is wat heel veel tijd gaat kosten, dan vind ik het leuk om dat bij te houden om mezelf te blijven motiveren eigenlijk. Ik heb dat ook gedaan voor mijn nieuwe, de Harmony. Dus dan kun je zien dat ik daar nu 11 dagen aan gewerkt heb. Ja, dat vind ik gewoon motiverend en grappig om bij te houden. Dat heb ik vorig jaar niet gedaan, het was iets nieuws. Maar ik vind het eigenlijk wel leuk om dat overzicht te zien. Nou, hier wilde ik dus verder nog dingen over het project opschrijven. Een foto als die af is, wanneer die af was, dat soort dingen. Nou, daar ben ik dus echt nog niet aan toegekomen. Dat blijkt gewoon te veel werk te zijn voor tussendoor. En dat besteed ik dan liever aan handwerken. Dus het ligt ook aan mezelf, dat zal ik meteen zeggen. Maar ja, ik heb ook niet echt de behoefte om daar dan nog door terug te bladeren. Dus ik weet niet of ik dat volgend jaar nog steeds ga doen. Maar dit steekoverzicht vind ik wel heel erg tof. Voor degenen die nu denken dat ik iedere steek zit op te schrijven die ik aan het doen ben, dat zou ik dus echt niet doen, dat kost heel veel tijd. Maar ik gebruik de app Pattern Keeper en zeker met full coverage designs, oftewel borduurpatronen die helemaal bestaan uit kruisjes. Die kun je daarin uploaden en het programma houdt automatisch voor je bij hoeveel je gedaan hebt. Dus ja, voor nu is dat mijn handwerkagenda. Dus echt gewoon omdat ik het leuk vind en vooral voor de podcast om bij te houden waar ik aan gewerkt heb. Zodat het een stuk makkelijker voor me wordt en dat het niet echt als een taak voelt. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ik ben er in ieder geval heel erg blij mee. Ik gebruik hem echt dagelijks en het geeft mij heel veel rust en overzicht om dat zo bij elkaar te hebben staan. Als er nog dingen veranderen voor volgend jaar, dan zal ik daar zeker weer een nieuwe video over opnemen. Maar voor nu is dit mijn basis en precies waar ik zin en tijd voor heb. Dus ik ben hier eigenlijk heel tevreden over. Als je nog tips hebt of vragen, stel ze gerust hieronder. Dat vind ik alleen maar leuk. En dan wil ik je vooral heel erg bedanken voor het kijken en hopelijk tot een nieuwe video. Doei!